Je hebt MS. Je denkt misschien, oh help, nu kom ik in een rolstoel. Dat hoeft echter helemaal niet zo te zijn. Het is ook mogelijk dat je opgelucht bent omdat je vage klachten nu een naam hebben gekregen. Voor bijna iedereen die de diagnose krijgt, geldt echter dat het lijkt alsof je in een rollercoaster terecht bent gekomen. Wat betekent het dat je MS hebt? Wat staat je te wachten? Hoe ga je ermee om? Dit zijn allemaal vragen waarop heel veel antwoorden te geven zijn en waarop je op internet ook heel veel antwoorden kunt vinden. Sommige nuttig, andere een stuk minder. Zoek je informatie op betrouwbare websites, zoals msvereniging.nl en msweb.nl. Hoe de MS zich bij jou gaat ontwikkelen is niet te zeggen. MS is namelijk een ziekte met veel verschillende gezichten. Hoe je met de diagnose omgaat is natuurlijk helemaal je eigen keuze. Kom je tot niets meer, steek je je kop in het zand? Of ga je actief aan de slag? Er is geen goede, maar ook geen slechte manier om met je diagnose om te gaan. Bedenk wel dat je niet de enige bent. Per jaar krijgen ongeveer 9000 jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar de diagnose MS. De meesten laten het er niet bij zitten en leren zich aan te passen. Bedenk, jij hebt MS, maar de MS heeft jou niet.